In deze aflevering van Tielse Bedrijven nemen we een kijkje bij het voormalige slachthuis van Tiel. Het pand aan de J.D. van Leeuwenstraat was jarenlang in verval, maar krijgt nu een herbestemming en wordt opgeknapt. Branko de Lange is de nieuwe eigenaar van het complex. Dit is het oude slachthuis van Tiel. Dat hebben wij aangekocht om te restaureren en een herbestemming te geven. Die herbestemming dat wordt eigenlijk gericht op het midden- en kleinbedrijf. En dan moet je denken aan kantoorunits. En ook eigenlijk kleine opslagruimtes. En dan worden er ongeveer 8 gerealiseerd. Autobedrijf De Lange is al jarenlang een begrip in Tiel en de regio en is gevestigd naast het voormalige slachthuis. Branko De Lange is de eigenaar. Autobedrijf De Lange is mijn autobedrijf al 20 jaar hier in Tiel. Inmiddels ook een begrip in Tiel, omdat we er natuurlijk al 20 jaar zitten, altijd druk hebben, het erg netjes doen. Autobedrijf De Lange is alles wat je maar wenst van auto's. Dus reparaties, onderhoud, APK-keuringen, airco's doen wij, schades doen wij en verkoop van auto's doen wij ook. Mooi, zo'n project, maar er moet nog heel wat gebeuren. Het is echt helemaal vervallen. Het moet echt van buiten moet het echt opgeknapt worden. Van binnen moet het echt opgeknapt worden. Dan gaan we er inderdaad een andere bestemming aangeven. Dus er moet echt zoveel aan gebeuren. Als je in een oud slachthuis een kantoorruimte wil maken, dan snap je wel dat er heel wat moet gebeuren. Het is gewoon een mooi gebouw. Het is in een Amsterdamse stijl gebouwd. En dat blijft ook aan alle kanten gewoon terugkomen. Onlangs was er hoog bezoek. Gemeente, provincie en De Lange zaten bij elkaar aan tafel om de voortgang van het project te bespreken. Wat is het slachthuis eigenlijk? Dan moeten we toch wel terug in de landelijke geschiedenis om hier wat duidelijkheid te krijgen hoe zo'n slachthuis hier is ontstaan. Rond 1870 ontstond er in dit land sterke behoefte om dat heel goed te regelen. Dus er werd een openbaar slachthuis verplicht gesteld. Op een gegeven moment krijgt de regio Tiel ook de behoefte om een slachthuis te hebben wat openbaar is. Zeker om toezicht te houden op alle clandestine slachtingen die op boerderijen en bij kleine slachterijen plaatsvond. In 1925 zijn al de eerste plannen daarvoor uitgevouwd, maar het gebouw komt pas tot stand in 1930-31. Tot in de jaren 90 heeft het gebouw dienst gedaan als slachthuis, waarna het werd aangekocht door de gemeente Tiel. De laatste jaren zat de gemeente ermee in een maag. Dus op een gegeven moment is er een paar jaar geleden gedachte ontstaan om het gebouw te verkopen. Er zijn allerlei partijen geweest, zelfs de dierenambulance nog, maar helaas dat is niet gelukt. Wel is gelukt op een gegeven moment dat de achterbuurman, meneer De Lange, interesse kreeg. En daar hebben we hele goede contacten mee gekregen en die heeft het gebouw ook kunnen aankopen. Wij als gemeente zijn er heel gelukkig mee, want ja, alle leegstand in de stad is niet erg bevorderend voor je welzijn van de stad. En we hopen ook dat hier dus echt goede bedrijfjes komen, een soort bedrijfsgezamenlijk gebouw, dat dit een goede bestemming krijgt en dat het weer heel lang de toekomst in kan. En ik wens je ook bij meneer De Lange heel veel succes dat het in orde komt. Een unieke samenwerking tussen de drie partijen die soepel verloopt. Hoe is de procedure eigenlijk verlopen? We vragen het aan Jan Strijker, projectleider van de gemeente Tiel. De procedure is lang verlopen, want wij hebben een openbare inschrijving gehad waar mensen op in konden schrijven. Dat is gestart in mei. En uiteindelijk hebben we, na een half jaar, hadden we geen koper. Toen zijn we wat verder gaan kijken en nou ja, later had De Lange, autobedrijf De Lange, toch interesse om het pand te kopen en heeft daar een bieding voor gedaan. En daar heeft de gemeente van geaccepteerd en gezegd van we verkopen dat voor dat bedrag. Ja, de gemeente Tiel ziet hier graag dat er bedrijven ontstaan, de bedrijvigheid verder. Er is een bepaalde bestemming voor het gebied van kracht. En datgene wat De Lange doet blijft binnen dat geldende bestemmingsplan wordt dat gerealiseerd. Zoals eerder gezegd is ook de provincie Gelderland bij het project betrokken. De provincie draagt financieel bij. En daar horen natuurlijk voorwaarden bij en deadlines. Eigenlijk is dit project pas deze zomer gestart. En ik zie nu hoe met enthousiasme en gelukkig ook met vakkundigheid het opgepakt wordt. Het was een project waar natuurlijk ook enige druk achter stond. Maar die druk is pas gaan werken deze zomer.
De gemeente en de eigenaar die kenden elkaar wel. Ik heb wel gemerkt wat de invloed is van een andere overheidsinstantie als de provincie. Om alle partijen bij elkaar te brengen en daar ook goede afspraken over te maken. Dus in die zin heeft de provincie daar wel een goede verbindende rol in het proces van herbestemming. We blijven dit project op de voet volgen. In de volgende aflevering meer over de herbestemming van het Tielse slachthuis. Graag tot dan.